ben Dennis, a.k.a. Denneske, en vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe GTA Online video. En in de video van vandaag laat ik jullie zien hoe ik dus zo snel ben geleveld in GTA Online. Want heel veel van jullie vragen hoe het kan zijn dat ik al level 70 ben in GTA Online. En heel veel mensen denken dus aan cheats of hacks of zo. En dat heb ik dus nooit gedaan. En ik vertel iedereen dat ik dat heb gehaald met races. Alleen nog steeds geloven mensen niet dat het gekomen is door races. En ik laat jullie in deze video dus zien hoe dat precies in zijn werking is gegaan. Want het werkt gewoon met races, alleen het gaat een beetje om bepaalde instellingen veranderen. Of ja, niet echt veel instellingen. Volgens mij gaat het echt per se om eentje. Maar ik heb een paar dingen veranderd, want dat vind ik persoonlijk handiger. Maar in ieder geval, we zitten nou dus in een free room session, een invite only session. En dan gaan we vervolgens naar start. Dan gaan we naar online. En dan gaan we naar jobs. We gaan een job hosten. Dus dan gaan we naar host job. Dat doen. Dan gaan we vervolgens naar Rockstar Created. Dan gaan we naar races en dan zien we volgens Criminal Records staan. Nou, we doen deze race en de reden daarvan is dat deze race enorm kort is. En dat dit een street race is. Je kunt deze dus met auto's rijden, dat is ook heel erg belangrijk. En dan doen we deze. Dan gaan we naar die lobby toe. En ik zal erbij zeggen, deze race moet je minimaal met twee man doen. Je kunt wel met random mensen doen, maar het makkelijkste is om dit met twee man te doen. Want anders gaan andere mensen allemaal liggen beuken. En het belangrijkste is dat je eigen tijden gaat verbreken. In ieder geval, als we deze lobby komen, dan veranderen alle alle instellingen. Dat hebben we nou dus gedaan. Ik zal even alles nalopen. Dus race type standard. Volgens number of laps, die moet op 3 staan. Je kunt hem op 5 zetten, heeft geen zin. Want het werkt maar voor 3 races. Of voor 3 laps. Minder heeft ook geen zin, want je moet je eigen tijden verbreken. Laat ik jullie zo meteen eens zien. Class op super gaat, gaat gewoon snelste. Time of day en weather maakt niet uit. Traffic, wanted level, custom vehicles moet allemaal gewoon op on staan. Catch-up, off. En het belangrijkste van alles is split time. Split time moet op personal staan. Dat betekent dat je eigen persoonlijke tijd iedere ronde gaat verbreken. Nou laat ik jullie even een race zien die ik had gereden. En dan zie je gelijk hoe het eigenlijk in zijn werking gaat. Want het enige wat je moet doen is, je rijdt gewoon die lap. En je probeert de volgende lap jouw vorige tijd te verbreken. En als je doet, krijg je enorm veel XP. En de grap is, je krijgt een percentage. Dus laten we zeggen dat je 10% krijgt. Het is volgens mij niet precies 10%, maar stel het is 10%. Dan krijg je op level 20 nog net zoveel XP dan op level 40. Want het is nog steeds 10%. Het is wel 10% van meer. Maar daardoor level je dus gewoon enorm snel. En volgens mij wordt dat bij level 60 minder. Maar laten we zeggen dat je tot level 60 gewoon enorm snel levelt. En het is deze race. En mijn vriend zat niet op te letten. Dus die liep al gelijk een stuk achter. Maar dat was eigenlijk niet bewust. Maar hij zat gewoon niet op te letten. Want we deden het al heel tijd aan een stuk. Constant winnen we ons de beurt, dan win ik, dan win hij. Maar als je nou al ziet, dat balkje loopt enorm ver vol. En het is maar één lap. Ik doe net één rondje rijden. En ik heb al enorm veel XP. En dan probeer ik de tweede lap gewoon nog een keer die tijd te verbreken. Krijg ik weer zoveel XP. En dat maakt in principe niet uit wie de wint of wie de verliest. Want dat XP is zo weinig. Dat is geen percentage, dat is gewoon een X-bedrag. Dat heeft helemaal geen zin. Dus het is niet zo van, je gaat boosten, want je laat iemand anders winnen. Dat is niet het geval. Wij regen gewoon die lap. En we hadden regen van, we gaan niet op elkaar beuken. Want dan naai je elkaar. Maar we gaan gewoon proberen clean te racen. En het gaat alleen maar om die laptijden. Dus je hebt eigenlijk niks met die andere persoon te maken. Je probeert gewoon je eigen tijd te verbreken. En daardoor krijg je enorm veel XP. En zo maak je ook op zich best veel geld. Je krijgt er niet gek veel geld voor. Volgens mij 3000. Maar je hebt deze race binnen 1,5 minuut al gereden. Dus dat moet je ook nagaan. En misschien kun je de laps minder zetten. Dat je dan echt geld gaat boosten. Maar volgens mij krijg je zo weinig geld voor. En volgens mij dan zelfs nog minder. Dus dat heeft geen zin. Maar als je nou al had gekeken. Ik weet niet hoeveel XP ik in totaal precies moet halen voor level up. Maar dat is volgens mij bijna 800.000 of zo. Nou, je zag dat balletje enorm ver vol lopen. Hier, ik heb zelfs de tijd 1.15 voor 3 laps. Dus je hebt het enorm snel gedaan. En 3700, ja, het is op zich een mooi bedrag. En ja, dit is gewoon bijna niks. Maar het gaat dus om je eigen laptijden verbeteren. En als je dat doet, krijg je gewoon enorm veel XP. En dat is de manier hoe ik dus level 70 ben gekomen. En maat van mij level 78. Dus ik wil jullie even gewoon laten zien. Zodat jullie weten dat het niks met hacks of cheats te maken heeft. In ieder geval, dit is gewoon een manier om snel te levelen. En ondertussen haal je ook gewoon op zich redelijk snel veel geld. Je haalt wel gewoon een ton of zo. Ik weet niet hoe lang. Maar bijvoorbeeld in een uur heb je sowieso wel een ton of zo. Als je gewoon ongeveer aan elkaar gewaagd bent. Dus ongeveer om en om wint. Dan krijg je wel een ton per uur. En dat is op zich toch best netjes. Je kunt natuurlijk die missies en zo wel doen. Maar het level heeft geen zin met die missies. Daar raad ik jullie toch aan met races. En dit is de beste race om dat te doen. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie er iets van geleerd hebben. Ik hoop ook dat jullie nou weten dat ik dus niet cheat of glitch of iets in die richting. Het is gewoon een normale race.
Alleen, ja, probeer gewoon constant mijn eigen tijd te verbeteren. En als je dat doet, krijg je gewoon enorm veel XP. En ja...